een goedemiddag. Ook de mensen die ons beluisteren via www.radiosrs.sr. Onze Surinamers overal zijn die heel ver. En ik bedoel ver, ver weg zijn van huis. Die zijn ook afgestemd. Maar ook onze eigen mensen in Sweetie Sue. Hey, pak je snack, pak je drankje, kom iets dichterbij. Waar zal je gebruik van maken en vanuit welke zetel zal je het ervaren? Is het die luie stoel, is het die hangmat? Even naar staande, iemand tekent toe, dat is absoluut geen probleem. Vandaag hebben we wederom een zeer interessante gast in de studio. De man is artiest, eventorganisator, DJ en ook jurist. Hij is woonachtig in Amsterdam, Nederland. Maar belangrijk, hij is geboren in Paramaribo, Suriname. Ik hou hier nog even in de spanning. Jij doet die radio ietsje luider aan. Voor het geval buurman Nabi of buurvrouw Nabi of die is niet zo luid. Doe jou er ietsje luider aan en dan genieten we allemaal zo'n beetje van de power. En het prachtig programma genaamd Surinamers overal. We zijn helemaal ready to shoot. En hij ziet er ook helemaal ready uit met een grote smile. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is lekker. Wat een mooie introductie. absoluut. We hebben in de studio vandaag geen ander dan Sam De Wit. Jawel. Dankjewel, man. Goedemiddag, Sam. Goedemiddag. Een hele goede middag aan alle luisteraars. Voor de mensen die het nu weten, Sam is onder andere een van de zangers van Replay. Yes. World renowned Replay. Ja man. Zie, hij zit er zo bescheiden bij, zegt ja man. Laten we helemaal teruggaan naar het begin, Sam. Is absoluut geen probleem, toch? Nee, geen probleem. Sam is geboren in Suriname, Paramaribo om exact te zijn. In Paramaribo. Sam, kan je herinneren in welk hospitaal je bent geboren? Nee, maar ik dacht er nog aan om een broertje te vragen voordat ik hier kwam, maar het is niet van gekomen. Het is niet van gekomen. Nee, maar ik weet niet precies in welk hospitaal. Maar wel definitely één van ze. In welke buurt of buurten ben je opgegroeid, Sam? Ik ben hier geboren en daarna hebben we ook nog in Nieuw-Amsterdam gewoond. Een tijdje. En daarna in Saramaca. En op het laatst in Nieuw-Nikeri. Op het laatst in Nieuw-Nikeri? Voordat ik dus naar Aruba verhuisde. Dus in Paramaribo geboren, gewoond op Nieuw-Nikeri, gewoond op Nieuw-Amsterdam, gewoond op Saramaca. Niet echt al te veel in Paramaribo dus. Ja, de beginjaren wel. De beginjaren wel. Toen, tot mijn vijfde of mijn zesde. Ik ben hier nog naar school geweest. Dus zeg maar tot mijn early teen, dus tot mijn zevende. Nee, vijfde, zesde. Want zevende ging naar Aruba. Naar Aruba. Ja. Echte Saranam Ching. Ja. Kumba Teberja. Ja, maar zeker. 100%. 100.000. Hoe was Sam als kind? Was Sam een avontuurlijke jongen? Was Sam een teruggetrokken? Of een mengelmoes van alles? Ik was wel een beetje een loner. Ik kon heel goed mezelf vermaken. Maar ik was wel avontuurlijk. Ik deed altijd, ik was Spider-Man, ik was Superman en ik was zelfs een keer Wonder Woman, sprong ik van muren. Ik was ook Zorro, vocht ik met, dan maakte ik de cape en het zwart en dan vocht ik met andere kinderen. Dus ik was Spider-Man, klom ik op die muren, die rotsen, in die bomen. Ik ben ook wel eens gevallen natuurlijk. En toen, op die momenten merk je dat je eigenlijk geen Spider-Man bent. Want het doet best wel pijn. Reality hits. Ja. Inderdaad. Kan je herinneren op welke school je hebt gezeten voor je bent vertrokken? Nee. Dat heb ik weet wel hier zo. Sorry boy, ik had echt moeten nazoeken. Maar ik ben zo slecht in namen. Mijn broertje is eigenlijk degene die alle stambomen, alles gaat onderzoeken. Die in Suriname ze komen, foto's heeft gemaakt van alle huizen waar we hebben gewoond. Weet je wel. Mijn vader, mijn opa had een bakkerij hier zo. In Paramaribo. Hij is helaas vroegtijdig overleden. Ja. Vanwege een longontsteking of zo. Maar we hadden een bakkerij. En toen hij is overleden. Toen groeide mijn vader op in een kinderthuis. Saron. Ja, dat weet ik wel. Ja. Weet je, daar is heeft mijn vader deels van zijn tijd doorgebracht. Ja. En hij was apotheker. En wij zijn ook hier geboren. Later is hij getrouwd en zijn we hier in Paramaribo geboren. Geboren, ja.
Het gaat dus om jouw persoon en je broertje. Ja. Of jullie zijn er dus alleen? Ja, ik heb twee broertjes en een zusje. Twee broertjes en een zusje? Ja, mijn zusje is de jongste, dus nakomelingetje, die is op Aruba geboren. Mm. Ja. Ja, ja. Dus wij met z'n drieën zijn echt achter elkaar. Mijn broertje die na mij komt, wij verschillen nog niet eens een jaar. Mm. 11 maanden. Dus mijn ouders waren vrij actief. Super. Ja, ja, en drie jongens achter elkaar, bang, 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 drie stoetjes. En 9 jaar later kwam mijn zusje. Mijn zusje. Is de band heel goed tussen broertjes, zusje en... Okay, ja, we hebben een goede band. En we hebben echt een leuk jeugd gehad. Alright. Een leuke jeugd gehad met met de familie. Mijn vader was wel vaak weg en druk. Maar we hebben genoeg van hem meegekregen, weet je. Yes. Opvoeding, weet je. Maar hij moest hard werken natuurlijk. Maar ik heb echt een mooie jeugd gehad. Ook in Su. Dingen die ik elkaar heb. Zeker. Alright. Ja, man. Op een gegeven ogenblik vertrek je naar Aruba. Aruba, ja. Met moeder en vader. Moeder en vader, helemaal. Everybody. Hele gezin. Oké. Okay. Je komt op Aruba terecht en je bent hoe oud? Zeven jaar oud. Ja. Wat kan je nog herinneren van die ervaring? Het verhuizen. Je verhuizen naar een andere plek. Ja, het was spannend. Het was nieuw. Voor het eerst zat ik in een vliegtuig. En ik kan me nog herinneren, onze vader kwam ons ophalen van het vliegveld op Aruba. Spannend natuurlijk, nieuw land en zo. En het eerste waar hij ons naartoe bracht was McDonald's. Dus dat is mij wel bijgebleven. Het was een treat op dat moment, weet je. Je hebt een lange reis, ander land. En hij brengt ons om wat lekkers te eten. Toen was er geen McDonald's in Suriname? Nee. Nee. Super nieuw ding. Ja, voor mij was het nieuw. Ik kende het niet. Absoluut. Weet je, dus dat is het eerste wat ik, mijn eerste ervaring met het verhuizen. Een van de dingen die is bijgebleven. Sowieso. Wat was het meest bijzonder verschil tussen Suriname en Aruba? Los van die Mackie natuurlijk. Ja, de omgeving, want Suriname is natuurlijk groen, gras, water, overal lopen dieren rond. En Aruba was droog en cactussen. En het had wel een mooi strand, dat wel. Dus dat compenseert het wel. Dat compenseert het zaken, ja. Alright. Je bent 7 jaar oud, je komt op Aruba terecht, de verschillen die zijn daar. Is er ooit sprake geweest van heimwee? Nee, ik denk dat ik een beetje te jong was. Ik heb wel altijd teruggedacht aan bepaalde markerende momenten die ik in Suriname heb meegemaakt. Bijvoorbeeld dat ik heb gevochten met een slang. Weet je, we hadden een huis op Neuten. De slang kwam in de tuin vanuit het bos in de tuin lopen. Kijk, in mijn belevenis, jaren later was het een boa-constructeur. Maar later hoorde ik van mijn ouders dat het toch wel meevalt, dat het gewoon een slangetje was. Dat is wel een herinnering die ik altijd heb en die ik mooi vind. Op een gegeven ogenblik gaat toch die, ontwikkeling verder, trouwens. Je gaat naar een ander land, je gaat studeren enzovoort. Ja. Welke scholen of welke opleidingen heb je toen gedaan op Aruba? Ik heb op Aruba heb ik gewoon lagere school gedaan. En op Curaçao ging ik naar de voortgezet onderwijs. Ging dus brugklas en dan VWO ging ik dan doen. Ja. En daar heb ik VWO afgerond op Curaçao. En op mijn 18e ging ik naar Nederland om te studeren. Om te studeren. Ja, man. Was je een populaire jongen op school? Ja, ik zou je zeggen, ik zeg dat soort dingen nooit over mezelf. Maar ik kan je wel zeggen, ik was een op mezelf. Maar er waren altijd mensen die met me wilden hangen. Dus ik was geen meeloper. Ik liep niet met de groep rond. Zij liepen met jou rond. Als je mag je niet met me meelopen. Ja. Magnetisch. Nee, het is wat het is. Zo gang. Ik was mijn eigen groep. Weet je? En er waren altijd wel mensen die met mij. En dat was oké. Okay. Ja. Alright. Op een gegeven ogenblik is het gedaan met de school. Ja. En je komt terecht in de entertainment. Dus dat is eigenlijk die link die ik wil leggen. Aha. Wanneer begon het met de drang of het verlangen naar?
Ja, wel, mijn familie, iedereen zingt. Mijn ouders, mijn vader speelt gitaar en in de kerk zongen we allemaal. Dus mm-hmm. het zit erin. En mijn andere broertjes zijn veel eerder begonnen met zingen dan ik. Mm. Mijn andere broertje had op zijn 10e al een hele band. Mm. En die andere die zong al, ook al heel jong. Alleen ik was de enige die eigenlijk pas op mijn 18e, mm-hmm. toen ik naar Nederland ging, toen dacht ik van, ik wil er wat mee doen. Mm-hmm. Maar dat komt eigenlijk omdat ik best wel verlegen was. Ik was op mezelf, maar ja. ik was ook eigenlijk verlegen. Mm-hmm. Maar niemand zag het aan me, hè. Het was gewoon puur intern. Dus maar toen ik naar Nederland kwam, toen had ik er genoeg van. En het prikkelde, het jeukte. Dus toen dacht ik, nogmaals, ik ga iets ermee doen nu. Mm-hmm. En zodoende heb ik stappen genomen. Ik studeerde in Rotterdam. Op de 4e verdieping was het muziekafdeling. Mm-hmm. Zag ik daar een reclame pamfletje van iemand. Die zocht iemand anders om samen liedjes mee te schrijven. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik heb hem geconnect. En superleuk. En toen zei hij tegen mij, kan je ook zingen? Want mijn broertje die zoekt iemand om een groep mee te beginnen. Ik zeg, ja, oké, leuk, let's go. Dus ben ik thuis gegaan en dat was Alwin Burke. Mm-hmm. Ik ben bij hem thuis gegaan, kennis gemaakt. Ik zeg, ja, kun je wat voor me zingen dan? Dus ik trok mijn mond open, begon te zingen en vanaf toen zat ik in die groep. Mm. En welke groep was die? Dat was de... Toen de tijd, dat was een groep die heet Exhibit A. Het was een swingbeat groep. Mm-hmm. We deden liedjes van Basic Black en Today. Het mm-hmm. was echt swingbeat toen de tijd, dat was hot toen. Ja. En dat hebben we een paar jaar gedaan. Henk kwam er ook bij. Ja. Dus we waren Alwin, Henk en ik. En toen later gingen we meedoen aan... We dachten, we willen een beetje breder gaan. We gingen meedoen met de Soundmix Show. Soundmix Show van Henny Huisman toen. Dat is de voorloper van The Voice. Van The Voice, ja. Ja, dat was toen heel populair. Toen hebben we daar meegedaan. Mm. We zijn tweede geworden uiteindelijk. En toen hebben we een andere naam aangenomen. En mm-hmm. Mark is toen via mij erin gekomen. Mm-hmm. Zeg maar, om een lang verhaal kort te maken. Ja. Zo is het gegaan. We zijn tweede geworden. En toen begonnen die optredens voor ons landelijk. Mm-hmm. Welke is die naam die jullie hebben aangenomen? Instant Replay. Instant Replay. En er was wel een... die instant, die stoorde me. Waarom? Omdat ik zei tegen die boys... Luister, het lijkt te veel op instant pudding. En instant melk. En instant... Laten we die instant skippen. What? Dus uiteindelijk na een jaar... We hebben een jaar Instant Replay geheten. Mm-hmm. En toen hebben we die instant weggehaald en kort gewoon replay. Kort gewoon replay. Ja. Hoe oud waren jullie, zeg maar door de lijn, gemiddeld tegen die tijd? Gemiddeld waren we toch wel. Want Alwin was de oudste, Mark was de jongste. Zeg maar net onder de 30 of zo. Net onder de 30. Ja, 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 gemiddeld. Ja, ja. Ja, eentje trok die gemiddelde wel flink omhoog. Hoor. Mm. Maar dat was niet ik. Welk jaartal was het? Dit was in 1997 mm-hmm. kwam het eerste album uit. 1997? Ja. Ja. Wat? Ja. Ja, man. Even, hoe lang geleden is dat? 26 jaar, als ik nog kan tellen. Ja, zoiets. Ja, ja. Soms zitten we in de kleedkamer, praten we over zo, hoe lang bestaan we eigenlijk? Mm. En dan moet je toch wel even van, wow, dat is best wel lang eigenlijk. Ja. Wij schrikken er ook van, weet je. Ja, maar we zijn, dus voor het eerste album bestonden we ook al, dus het ongeveer 30 jaar. Ja, zeg maar ruim 30 jaar. Ja, 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 geweest. Gedurende die 30 jaar, er is bijna een vraag die ik bijna niet wil stellen, maar ik stel het gewoon voor de zekerheid. Ja. Zijn er ooit strubbelingen geweest, intern, dingen die gemaakt zouden kunnen hebben dat jullie allemaal je eigen weg op zouden kunnen gaan? Ja, 100%. Mm-hmm. 100%. Kijk, je hebt... Soms komen mensen naar me toe van, raad je me aan, ik wil in een groep en zo. Ik raad iedereen af. Ik raad iedereen af. Ik zeg, kijk, vier personen of meerdere personen die een groep vormen. Het zijn vier ego's, vier karakters. Weet je? Het is alsof je een huwelijk hebt met vier personen. Waarvan een huwelijk met twee personen is al
werk aan het werken. Dus we hebben zeker onze strengelingen gehad, man. En communicatie en op een gegeven moment. Maar, en er waren momenten dat ieder van ons heeft momenten gehad dat we hebben gedacht van, hey, bekijken jullie het allemaal maar. Wegwezen. Bekijken jullie het maar. Ik ben weg. Maar we hadden allemaal toch wel één doel. En dat was onze liefde voor muziek en wat we wilden bereiken ermee. Mm-hmm. Dat is de reden dat we toch wel altijd die oneenigheden achter ons konden zetten. Ja, ja. En praten. Dus het was ook een proces. Het was echt ontwikkeling. Want vroeger, ik kan je gewoon eerlijk zeggen, het waren niet meteen mijn vrienden. Mm-hmm. Ik zat in een groep met ze. Mm-hmm. Waren gewoon, maar als ik niet in een groep met ze had gezeten, waren ze niet mijn vrienden geweest. Klopt. Snap je? Klopt. Maar we zijn wel matties geworden. We zijn mm-hmm. broeders geworden. Mm-hmm. Door ontwikkeling, door elkaar, door respect voor elkaar. Mm-hmm. Door maar communiceren. Mm-hmm. Weet je? Niet iets, als iets je stoort, praat erover. Mm-hmm. Zeg. Durf te zeggen, sorry, luister, weet je, ik heb dit niet goed aangepakt. En ik zie dat het je stoort, spijt me. Weet je, dat moet je ook kunnen zeggen. Ja. Dus het is een proces en een groei, hoor. Ja. En als je ego niet kan, dan gaat het niet werken. Ja. Dan gaat het niet werken. Maar gelukkig, weet je, wij zijn er nog steeds. We zijn er nog steeds, maar... En nu al jaren is het zo, weet je, we communiceren. Het is gewoon sweetie. Sweetie als gewoon. Als eenmaal doorheen komt, is het boom sweetie. Is het boom sweetie. Nou, het is voortreffelijk om Sam van Replay hier te hebben. Het zou wonderbaarlijk zijn om die complete formatie hier te hebben. Ja, maar ja. Sam is goed. Sam, ik denk dat we zeker 3 uren nodig zouden hebben om die hele formatie hier te hebben. Maar Sam is goed, meer dan goed zelf. We zijn nog niet klaar, toch? Absoluut niet. Okay, we hebben nog wat tijd. We beginnen net. Okay. Los van een vierde deel van Replay, is Sam ook DJ. Hoe is dat tot stand? Hoor? Dus ik ben bijna bang om die vragen te stellen, omdat deze man is eigenlijk manager van alles. Dus los van een geweldige zanger in een... I don't know, a world renowned groep is de man ook DJ. DJ, DJ LeBlanc. Yes. Talk to me. Ja man, weet je, muziek is mijn passie. En op een gegeven moment wilde ik ook, los van wat ik in Replay deed, ook mijn ei ergens anders kwijt kunnen. Mm. Creativiteit. Mm-hmm. En ik begon als MC. Mm-hmm. Ik dacht, en house muziek. Want ik draai hoofdzakelijk soulful, house, ook urban hoor, afrobeats, maar meer richting de house kant. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik ga MC'en. Mm-hmm. Maar dat MC'en, dat beviel me eigenlijk niet zo goed. Want als je moet je nagaan, als je zeg maar op een feest staat, dat duurt van 10 tot 3 uur, 4 uur 's nachts. En jij bent de MC. De muziek gaat steeds harder. Je stem komt niet goed uit. Je moet steeds harder gaan zingen. Het is heel slecht voor je stem. Zeker als je niet goed versterkt bent. Dus ik vond het niet zo leuk. En toen dacht ik, hé, waarom ga ik niet gewoon achter die tafel staan zelf? Mm. Want dat vind ik eigenlijk veel leuker. Mm. Gewoon die muziek zelf brengen. Ja. Hè, opbouwen. De mensen gewoon een goede tijd geven. Die energie voelen en die energie geven. Ja. Dus toen ben ik begonnen met draaien. Dat is ook alweer 8 jaar geleden of zo. Mm. Of langer zelfs, 10 jaar geleden. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja man. Mm-hmm. En die boekingen voor DJ LeBlanc, die komen naar binnen? Ja, in Nederland draaien. Ik heb in alle grote clubs gedraaid, weet je wel. Ik heb zelfs hier een keer, in november was ik hier, heb ik hier ook gedraaid, op een feest. En ik doe zelf ook evenementen waar ik zelf ook om draai. Mm. Ja, ook eventorganisator, dat is Sam ook, voor Beaumonde Events, zeg ik het goed? Ja, Beaumonde is een van mijn feesten. Beaumonde, ja. En dit andere feest is? El Nouvelle. El Nouvelle. En ik werk onder mijn evenementorganisatie, dat heet Samplu Events. Samplu Events. Ja, man. Ja, ik kom binnenkort naar Suur trouwens met een van mijn feesten. Ja, kijk. Bring hem down. En we zijn nu aan het praten om Beaumonde. Waarschijnlijk in augustus. Mm-hmm. Om het hier te doen. Wat zouden de mensen zich voor moeten stellen bij Beaumonde?
Kijk, Bomonde, als je gaat kijken op Instagram, het is een beetje exclusief. Het is voor een volwassen publiek. Mm-hmm. Voor mensen die hard werken. Mm-hmm. Maar je wil niet, als je uitgaat in de club met de kinderen en zo zijn. Weet je, je wil toch wel een beetje exclusiviteit. Je wil een beetje geëntertained worden ook. Mm. Dus dat is wat we proberen te doen. Een beetje exclusiviteit. Mm. In mooie locaties. Mm. Dat je echt uitgaat, dat je kan dressen, mm. weet je. En er is natuurlijk muziek, maar er zijn ook danseressen. Mm-hmm. Soms zijn er, loopt de dwergen rond, soms lopen de gewoon gekke dingen soms. Dat hangt er vanaf van de locatie wat daar mogelijk is. Mm-hmm. Vuurspuwers, dat soort dingen. Gewoon dat je gedurende de avond dat je wel entertained wordt. You are entertained. Niet alleen op grond van muziek. Ja. Maar ook van wat je ziet, al je zintuigen worden gevoed. Juist. En, het is een beleving. Het is een beleving. Ja, het is een beleving. Ja. Ja, het is netjes. Waar komt de naam DJ LeBlanc vandaan? LeBlanc is natuurlijk Frans voor De Wit. En ik heet De Wit. Simpel like that. Just simpel like that. Ik heb begrepen van mijn vader dat onze voorouders, voordat ze De Wit heette, kwamen ze uit Frankrijk. Mm, en heet ze LeBlanc. Ja. Ah. Dus voor mij was het een 1-2'tje om LeBlanc te doen. Maar klinkt toch net iets internationaal dan De Wit. Ja, dan De Wit. Klopt, ja, klopt, ja. Klopt. Vandaar. Helemaal. Netjes. Ja, man. Los van artiest, event, organisator en DJ, ietsje serieuzer. Mm-hmm. Deze goede meneer is ook jurist. Ja, klopt. Dus als je in de problemen komt te zitten, je jammed up. Ja, klopt. Bij de DJ, die event, organisator en ook die artiest bellen om je toren in orde te maken. Ja, ik hoop niet dat het nodig is, want dat is dan niet zo fijn. Maar het is wel fijn dat als je het nodig hebt, dat er iemand is. Dat er iemand is. Toch? Hoe is dit stukje in zijn werk gaan zitten dan? Nou, ik was dus klaar met mijn school op Curaçao. Mm-hmm. Op mijn 18e. En toen kwam ik naar Nederland terecht te studeren. Ja. En toen was ik nog niet zo actief met zingen. Mm-hmm. Dus ik ben naar Nederland gekomen om rechten te studeren. Mm-hmm. En toen ondertussen gebeurde Replay. Mm. En kregen we top 10 hits. En ik kwam niet toe aan studeren, eerlijk gezegd. Mm. Ik heb ook langer dan normaal over mijn studie gedaan. Mm-hmm. Maar ik was wel determined om het af om te het maken. Af te maken. Ja, en op een gegeven moment was ik geen normale student, want ik kon niet eens op straat lopen. Mm-hmm. Maar ik ging de avond ervoor was ik voor 1000 mensen aan het optreden. Mm-hmm. En de dag daarna zat ik in de collegebank. Mm. Weet je wel. Maar dan, mensen, die studenten, die komen daar allemaal. Er vormde een kluitje om me heen waar ik zat. Mm-hmm. En ze achtervolgden me. Soms namen ze foto's stiekem. Weer zo magnetisch. Ja. Nee. Het hoort een beetje bij, denk ik. Ik kon er niet veel aan veranderen. Mm-hmm. Maar daardoor heeft het wel heel lang geduurd voordat ik mijn studie afmaakte. Want mm-hmm. de focus was er gewoon niet. Het is een hele andere focus met het artiestenleven. Ja. Dus op een gegeven moment heb ik wel, ik wilde het afmaken. Dus toen het wat rustiger werd met de Replay, dat was echt na 10 jaar of zo. Toen dacht ik, oké, nu is mijn kans, nu ga ik het afmaken. Ja. Nu ga ik het afmaken. Ik had een studio, ik heb die studio weggedaan. Ik had een label met artiesten, ik heb het overgedragen. Ik heb echt drastische stappen genomen om nu die studie of nooit meer af te maken. En ik dacht, muziek kan ik altijd nog doen. Ja. Dus ik bleef wel optreden met de Replay, hoor. Ja. Maar die dingen, die businesses die ik ernaast had, die heb ik eventjes on hold gezet. Mm-hmm. Ik ben zelfs zo ver gegaan, want ik wilde me helemaal inleven in de studenten zijn, want ik wilde gewoon echt afmaken, dat ik bij mijn moeder ben gaan wonen. Ik heb mijn huis heb ik verhuurd. Mm. Bij mijn moeder gaan wonen. Mm-hmm. Ik heb mijn auto gelaten. Ik ben op de fiets gestapt. Mm. Omdat ik gewoon, ik wilde die hele vibe als een student. Student, weet je? Gewoon om mijn focus. En dan geen relatie. Hè? Gewoon totdat het klaar was. Geen relatie, dat ik mezelf ook voorgenomen. Nee, focus. Mm-hmm. En dat is gelukt. Uiteindelijk is het gelukt. Mm-hmm. Ja, man. Ja, man. Mm-hmm. Maar is het zo dat je toch actief bent als jurist? Of is het niet nodig? Het is natuurlijk altijd handig dat je een bepaalde denkniveau hebt, weet je wel, op juridisch gebied. Ja. Want ik heb me ook wel gespecialiseerd, ik dacht gecombineerd met mijn werk.
Dus ik deed onderneming, zeg maar. Ik heb auteursrecht, artiestenrecht. Intellectuele eigendom. Ja, zijn ze dezelfde lijnen als je waarmee je bezig bent, zodat je eigenlijk zeg maar altijd useful bent. Ja, 100%. En dat was ook, dan combineer ik het met mijn passie. Mm-hmm. Dus in die zin geef ik vaak wel. Kijk, ik heb niet zoveel tijd om echt als advocaat of jurist bezig te zijn. Mm-hmm. Maar wel als adviseur. Ja, ik adviseer wel. Er zijn regelmatig artiesten die me weten te vinden. Mm-hmm. Dan bellen ze me of mailen ze me voor advies of ze kunnen helpen met contracten. En dat soort dingen. En hun rechten. Mm-hmm. Dus dat doe ik dan wel. Dat vind ik hartstikke leuk. Mm-hmm. En ook om artiesten te coachen, te onderwijzen. Mm-hmm. Want vaak zijn ze niet thuis in de businesskant van de muziekbusiness. Klopt. En dat is super belangrijk. Ja. Want niet alleen het artistieke gedeelte, maar de businesskant is net zo belangrijk en misschien nog wel belangrijker. Mm. Dus ik wil ook in de toekomst meer daarmee gaan doen. Absoluut. Het is geniaal te noemen. Om te zien hoe eigenlijk in één passie, in één passie die je hebt, je eigenlijk zoveel ben gaan uitbouwen. Ja, toch? Die man is artiest, die man is eventorganisator, die man is DJ, die man. En zelf op het juridisch gebied komt hij toch terug op het gedeelte van entertainment. Dat is heel mooi. Ja. Heel mooi om te zien. Bijna genius, God-given, zou men zeggen. Ja, je heb zoveel verschillende petten op. Ik neem aan ook een gezin. Nee. Ik heb wel een gezin gehad. Maar helaas zijn... ik heb één zoon. Mm. Maar zijn moeder en ik zijn niet meer samen. Mm-hmm. Maar dat is oké, hoor. We hebben goed contact. Zij is getrouwd. Ze heeft, heeft een ander gezinnetje. Mm-hmm. En mijn zoon die is intussen 22. Mm. We hebben gewoon goed contact. Dus alles is cool. Ja, alles is netjes. Cool. Ja, man. Een vraag die ik zou stellen is... elk persoon heeft een breekpunt. Mm-hmm. Je komt op een gegeven ogenblik op een punt terecht waarbij je zei... Hey, nou, even op de pas, rust. Ja. En dan come back to myself en dan gewoon verder. Ja. Sam ook. Hoe komt Sam terug naar punt nul? Ik heb veel dingen gehoord. Ik heb gehoord van staan in de keuken. Mannen hoor, koken. Ja. Andere mannen zeggen, hey, we gaan tekeer in de gym. Andere mannen, ja, zwemmen. Lezen, boeken lezen. Andere mannen lezen 20 boeken per dag. Gewoon om terug te komen. Hoe doet Sam het? Ja, hoe doe ik het? Ik heb trouwens een keertje noodgedwongen dat moeten doen. Mm. Want ik was heel druk. Mm-hmm. En te druk. Mm-hmm. Maar soms blijf je gewoon doorgaan, toch? Mm-hmm. Ja. En ik was altijd moe op een gegeven moment. Een periode, dat is jaren geleden, was ik moe. Ik dacht, oké, dan ga ik meer slapen. Mm-hmm. Maar dat hielp niet, ik bleef moe. Dus ik had wel eens van burn-out gehoord, maar... Nooit ervaren. Nee. Maar dus ik dacht, oké, een dag zat ik thuis. Ik zat te kijken naar As the World Turns. Mm-hmm. Dus ik was aan het kijken, ik zat op de bank alleen zo. En op een gegeven moment gebeurde er iets. Dus er kwam een scène voorbij. En toen moest ik huilen. Toen dacht ik, wat? No man. Nee, wacht even. Iets klopt niet. Er klopt iets niet. Want ja, ik huil nooit bij As the World Turns. Weet je wat gebeurt nu? Dus toen dacht ik, no man. Iets klopt niet. Ik ben toen op internet gaan zoeken. En toen zag ik symptomen van burn-out. Weet je, extra gevoelig. Dat soort dingen. En het kwam allemaal wel overeen. Dus ik had geen burn-out. Maar ik ging er wel aardig snel naartoe. Dus toen dacht ik, ik moet het roer omgooien. Ik moet het roer omgooien en een belangrijk deel daarvan was, ik heb mijn agenda gewoon gecleaned. Mm-hmm. Een belangrijk deel daarvan is ook om te leren om nee te zeggen. Mm-hmm. Weet je? Want er zijn altijd, kijk, je hebt mensen die altijd open klaarstaan voor andere mensen. Mm-hmm. Maar ze ontzien zichzelf. Ja. Weet je? En ze kunnen, je moet op een gegeven moment ook nee kunnen zeggen. Nee kunnen zeggen, want je moet voor jezelf zorgen ook. Ja. En dat heb ik toen geleerd. En wat ik doe om weer gewoon mezelf, is gewoon mijn rust nemen. Ik doe het simpel. Ik hou van films.
Ik ga Netflix, ik ga series kijken, ik ga films kijken. Of ik ga naar muziek luisteren, ik ga met muziek bezig zijn. Maar muziek is standaard, hè? Als ik geen muziek heb. Dus van muziek, het is bijna een soort van infuus. Ja. als je op play drukt, dan gaat die infuus aan. Dan gaat die infuus met die vitamine die erin komen. Ja. Ja. Weet je? Maar soms moet je inderdaad gewoon een stapje terug doen. Mm. En, gewoon meer tijd voor jezelf. Nee, sowieso. Meer tijd voor jezelf is absoluut nodig. En het is goed om het tijdig te kunnen merken van, het gaat volgens mij de verkeerde kant op. Ja, toch? Zeker. Balans. We gaan even terug naar Replay. Tussen 1997 en het jaar 2024. Hoeveel albums heeft Replay uitgebracht? Ja, wij hebben een stuk of 6 of 7 albums uitgebracht. Mm-hmm. En heel wat losse singles. De laatste jaren eigenlijk meer losse singles. Mm-hmm. Mm-hmm. Voor een film of een samenwerking met een Ed Celia of laatst nog Jonna Fraser. Mm-hmm. Verschillende artiesten. Dus maar een stuk of 6 of 7 albums. Mm-hmm. Mm-hmm. En waarvan een aantal nummers de top 40 en zelfs de top 10 hebben bereikt. Ja. Replay is sowieso world renowned, maar een begrip in vooral Europa. Ja. Ja, toch? Kan je het hoogtepunt, ik weet dat er vele zijn, maar het hoogtepunt noemen van Replay? Ja, man. Dat is echt moeilijk, omdat we zo lang al bezig zijn. Maar ik kan wel een paar hoogtepunten die... Kijk, voor ons was het sowieso een hoogtepunt. De eerste keer dat we een nummer van ons op de radio hoorden. Je zit in de auto. Ja. Je bent een nieuwe artiest. Ja. En je hebt een album afgedropt. En nu wordt je nummer op de radio gedraaid. Dat is zo'n geweldig gevoel. Ja. Ja. Maar een ander hoogtepunt. We hebben verschillende awards gewonnen. Mm-hmm. We hebben, maar een van onze hoogtepunten was een uitverkocht concert in AVAS, mm-hmm. in Nederland. Mm-hmm. En toen hadden we dezelfde 2 maanden later een uitverkocht concert hier in Nis. Ah. Ja man, dat was de eerste keer dat we hier gingen optreden. Ja. Ja. Dat was te gek. Dat was gewoon, dat was echt een hoogtepunt. Ja, man. Ja. Toen wij dus voor het eerst hier kwamen met z'n vieren. Mm-hmm. En we vlogen. Je komt op een gegeven moment, vlieg je het land over. Dan zie je die bomen toch. Mm-hmm. Er zijn sowieso 2 van ons die heel emotioneel zijn als dat gebeurt. Mm-hmm. En ze begonnen te huilen. Mm-hmm. Hier is mijn navelstreng begraven. Mijn kumbate beerjas. Dus dat was mooi om te zien. En bijna hadden ze de grond gekust toen het vliegtuig uitstapte. Ja, ja. En, maar het warm omhaal, een ontvangst wat we hier hebben ervaren, mm-hmm. Dat was gewoon sowieso een hoogtepunt voor ons. Ja, man. Ja. Een hele toffe tory. Als ik moet denken aan Replay, en ik weet niet waarom dat het geval is. Ik weet niet dat het alleen bij mij is, maar als ik zou moeten denken aan Replay, denk ik op de een of andere manier gelijk ook aan Boyz II Men. Mm. Maar dan denk ik gelijk ook aan Drew Hill. Ik denk gelijk ook aan Jagged Edge. Mm. Ik denk gelijk ook aan, hoe heet ze ook alweer? Shy, no? Shy. Oh, Shy, ai. Ik denk aan zoveel andere. Ja. Die mannen noemen het populair boybands. Maar ik weet niet of die naam klopt. Mm. Maar ik denk aan zoveel andere formaties. Zijn jullie in die tijd ook beïnvloed geworden door die verschillende... Ja, zeker wel. Kijk, er was 1 gospelgroep, mm-hmm. Commissioned. Met Fred Hammond zat erin. Ja. En die gospelgroep, ze waren met z'n 6, mm-hmm. die hebben heel veel bands zoals ons, mm-hmm. beïnvloed. Inclusief Boyz II Men. Ja. Weet je, dus die gasten zitten meer in de gospel scene, maar mm-hmm. die waren een grote inspiratie voor ons. Mm-hmm. Maar ook natuurlijk, Boyz II Men kwam een beetje in dezelfde tijd op, mm-hmm. als wij opkwamen. Mm-hmm. En
we worden wel de Nederlandse Boys Men genoemd. Ja. Weet je? Ja. En dat vinden wij een hele eer. Ja. Want wij, de Boys Men is te gek. Ja. En natuurlijk Jodeci en Drew Hill kwam later. Black Street, maar je had ook Guy. Voordat Black Street kwam Guy. Ja, dat waren allemaal inspiraties voor ons, 100%. Mm-hmm. En in die tijd had je heel veel groepen. En in Nederland, je had Arnhems geweest en wij deden Nederlandstalig. Maar je had ook een hele aantal andere groepen die kwamen. Wij zijn wel, ik moet zeggen, wij zijn wel de enigen die nog over zijn, hoor. Wij zijn de survivors. You guys withstood. Ja, nee, maar 100% is dat altijd, je kijkt altijd naar andere groepen, hoe ze het doen. De harmonieën, wat voor shows geven ze. Hoe doen zij het met de fans en met het artiestenleven. Dat is ook een ding natuurlijk, hè. Nou, we leunen jammer genoeg al tegen het eind aan. We zijn nog niet zo ver, maar ik zie het vanuit de verte aankomen. Dus we gaan het zaakje zo meteen afronden. We hebben het veel gehad over replay, maar we hebben hier Sam de Wit. Dus we gaan praten met Sam. Yes. En meestal als hij net de voetbal, dan gaan we een beetje luchtig, hè. Sam, hoe vaak ben je teruggekomen? Je bent nu in Suriname sowieso, maar hoe vaak ben je teruggekomen naar Suriname? Vanaf toen? Vanaf de eerste keer dat we hier kwamen om op te treden? Nee, ik heb het nu vanaf het moment dat je vertrok en dan terug. Ja, want sinds dat ik ben vertrokken op mijn 7e naar Aruba, ben ik eigenlijk pas weer gekomen toen met de replay. Ah. De eerste keer. Dat was de eerste keer. Oké, zeker 20 jaar daarna. Ja, zeker. Dus voor mij was het ook echt een heerlijk. En ik nam de tijd voor mezelf. Ik liep langs de straten. Mm-hmm. Gewoon simpele dingen. Ik liep langs de straten. Mm-hmm. Het gras, het water, die geur. Mm-hmm. Dat nam ik in me op. En dat bracht gewoon rust en het gevoel van thuis voor mij. Want dat is waar ik ben opgegroeid. Ja. Waar ik mee ben opgegroeid, weet je. Ja. En sindsdien zijn we regelmatig teruggekomen. Eigenlijk kom ik eigenlijk met replay hier. Ben nog veel familie hier? Zo? Ja, ik heb ooms. Ik heb een aantal ooms en neven en nichten heb ik hier. Ja. Hoe was het voor je familie toen je voor het eerst terugkwam met replay? Ja, ze helemaal gek geworden. Ja, ze zien natuurlijk hun neef als artiest. Er zijn zelfs sommige van ze die wonen. Eén oom van me woont in de buurt van het NIS-stadion. Dus ze konden me horen zingen tijdens het optreden. Ramen open, zo hun neef daar zo. Ja. Dus ja, nee, dat is. Ik weet niet hoe het zou zijn geweest als ik geen artiest was geweest, maar ik werd in elk geval, het was zo warm bad. En ik kom regelmatig toch wel nieuwe familie tegen. Dus dat is mooi, man. Sam kan koken. Ja, man. Serieus? Ja, man. Oké. Wat? Ik maak geen grappen. No. Welk gerecht maak je het liefst klaar? Sopropo en Antarua. Zonder... En ik doe altijd allebei. Allebei? Ja, voor mij is het standaard. Als ik sopropo eet, eet ik ook Antarua. Ik maak ze wel apart. Met zoutvlees. Of gerookte kip, weet je wel. No. Aboy Sabori. Ja, man. Aboy Sabori. Alla de hele hand van waarop je het uitlegt. Nee, je moet er iets van af weten, hè, van die chemische. moet je iets van af weten van. Hey, oh, I know, dat gaat samen daarmee. Nou, ja, man. Eten is belangrijk voor me, man. Zal ik ervan uitgaan dat dat ook je favoriet gerecht is? Om te eten? Ja. Kijk, mijn moeder moest. Dus toen ik in Nederland woonde en mijn ouders woonden nog op Curaçao. Als ik naar Curaçao ging, wist mijn moeder wat ze moest maken voor mij. Eerste dag dat ik daar kwam, had ik sopropo en Antoa. En ook de laatste dag dat ik daar was. Ja, ongetwijfeld. Ja, man. Nou, de time. De tijd is niet onze beste vriend, absoluut niet. We hebben Sam hier. En ik heb in elk geval altijd, wanneer ik dit programma doe, dit geweldig programma doe,
Altijd een moment waarbij ik de gast vraag om een woord toe te richten aan de luisteraar. Speciaal alle luisteraars, maar natuurlijk in het bijzonder de jongeren. Omdat we dus vandaag ook iemand in de studio hebben die een levend bewijs van is dat het kan. Op een gegeven ogenblik wilde je zo graag die studie afronden. Ja, om vandaag jurist genoemd te kunnen worden. En dat is ook van een lange lijst van dingen die je genoemd kan worden, hoor. Artiest, eventorganisator, DJ. Maar hij wilde dat streepje of dat knoopje wilde hij erbij. Ja. En dat alleen op zich is een hele struggle, is een hele uitdaging. Ja. Dus ik wil graag dat jij aan de luisteraars heel kort, en het moet echt heel kort zijn omdat ik nog iets voor je heb, een heel kort woordje richt. Van inspiratie eigenlijk. Ja man, zet je doelen. Droom je doelen. Kijk wat je wil. Zet je doel en ga er naartoe. Maar belangrijk is, omring je met de juiste mensen. Mm. Omring je met de juiste mensen die je daar kunnen brengen. Mm-hmm. Positiviteit, negativiteit, laat het achter je. Ja. En kijk vooruit. Ja, ja, ja. Ik denk dat de boodschap duidelijker gebracht zou kunnen worden. Hij heeft het, ik denk zelf beter gedaan dan ik het zou doen. De man genaamd Sam DeWitt, een vierde van de formatie Replay. We kunnen hem niet hier hebben. En dan onder mekaar man doe je zo'n jeans en lala gewoon. Dat moet kunnen, hè? Ik weet het niet, maar dus ik bedoel, het zit in zijn bloed. Het hoeft niet lang te zijn. Wie is ik, Joamtje? 20 seconden. Ik vind het geweldig. Maar laat de mensen horen how Replay sounds wanneer die wordt gedeeld door vier. Hij is wanneer hier, die wordt gedeeld door vier. Sam DeWitt. Give us something. Soms heb ik van die momenten dat het even niet meer gaat. Zelfs de zon die stopt met schijnen als geluk mijn hart verlaat. Telkens voorrecht de laar is en het drijft aan me omsluit. Dan pak jij mijn hand en je maakt me vrij. En laat jij me zien wat geluk moet zijn. Weet je wel dat niemand mijn leven zo zinvol maakt. Niemand me tot in mijn diepste raakt. Niemand me geeft waar mijn hart om vraagt. Geef me jezelf, je ziel, je hart. Je bent de enige. Je zet me wel op mijn spot, hoor. Voor het geval je zou denken dat het niet real is. Voor het geval je zou denken dat het misschien iets te maken heeft met lipzinken of zo. Nee, nee, nee. Absoluut niet mijn. Hij heeft het rauw gedaan. Lala, zouden ze zeggen. Hij heeft, hij heeft ons het laten horen. Nou, Sam, we hebben er niet veel woorden meer aan vuil te maken. Het is een hele eer geweest voor mij om jou te hebben in Surinamers overal. En wat zou ik zeggen? Till next time, man. Ik voel me vereerd om hier te zijn. Dank je wel. Natuurlijk mag je de mensen groeten, familie enzovoort. De mensen die luisteren. Ja, man. Alle familie, Grantani, lobby, sozo lobby. En als ik jullie deze keer niet heb gezien, ik zie jullie gauw, want ik kom gauw terug. Hij komt gauw terug. De man genaamd Sam DeWitt. De man is artiest. De man is eventorganisator. Hij is DJ en jurist. Eigenlijk het meest belangrijke, hij is een vierde van de formatie Replay. Geen instant replay, just replay. Replay het gewoon, simpel als dat. Je weet het, man, voor een andere Surinamers overal luister je morgen weer tussen 12 en 1. Ik vond het wederom bijzonder om het te doen. Trouwens, deze is geweldig geworden. Het is absoluut mooi geworden. Eigenlijk hopen we de volgende keer de hele formatie hier te hebben. Of kan hij omdwing, zoals we hem nu hebben gehad, de volgende keer weer één, en dan weer één, en dan weer één, en aan het eind gewoon allemaal. Dat is een hele mooie tory. Je luistert gewoon morgen weer, man. Je blijft afgestemd voor het nieuws van 1 uur. Till tomorrow. Ciao.